Dit is Vera Vlocht. Het is wel heel gek. Op de dag dat bekend is geworden dat Wim de Bie is overleden, sta ik in het depot van Beeld en Geluid en kom ik deze tegen. Nou. Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Jos Eggenkamp. Jos Eggenkamp en... Ja. Sally Pittman. En wat zijn we hier aan doen, Jos? We zijn hier een heel spannend moment. Mijn trouwjas heeft 21 jaar in de kast gehangen. En toen heb ik Sally ontmoet. En van het ene kwam het ander. Mijn moeder die ging naar een verpleeghuis en het huis moest ontruimd worden. Toen kwam er een doos met petjes. Dat zijn stukjes stof, hè? Ja, dat heb ik aan Sally gevraagd. Wil jij dat... op mijn jas maken, want dan kan ik eindelijk na 21 jaar de jas weer eens aan gaan trekken. Sally, ja? Waarom is die bij jou uitgekomen dan? Ben jij zo goed in het bewerken van jassen? Nou, ik ben beeldende kunstenaar, ja? Maar ik begeleid ook het textielatelier van het Kringloopcentrum. En hier werken we met allerlei prachtige mensen en wij maken beeldschone producten. En toen Jos kwam, dacht ik, oh, maar dat kunnen wij doen. Hebben jullie de brandweer erbij uitgenodigd? Ja, nou, ongeveer 3 kwartier geleden was er een gaslucht. En we hebben de brandweer, of wij niet, maar mensen van beneden hebben de brandweer gebeld. En die kwamen gelukkig. En die zijn er nog. Vandaar dat we buiten staan, hè? Daarom stonden we heel knus in het atelier. Jos, hoe spannend vind je het? Ja, ik vind het spannend, ja. Ja? Ja, want je echtgenoot is er ook bij, hè? Ja, zeker. Hallo, echtgenoot, waar ben je? Daar is je echtgenoot. Vind jij het ook spannend? Ja, maar ik vind het vooral heel erg leuk. We gaan hem onthullen. En dan ga ik er even wat over vertellen. Ja, prima. Ja. Nou, Jos. Dit is de voorkant. En ik moet zeggen, dit zijn badges die vroeger in de, bij sigaren en sigaretten. En deze zijn vooral uit de 30e jaren. En als je kijkt beneden hebben we Minnie en Mickey Mouse. Dat zijn de oude Minnie en Mickey. Daar zitten heel veel waarden in deze jas. Niet alleen vanwege de prachtige trouwpak en de liefde tussen de twee mannen. Maar ook in de beeldschone zijden patches. Kijk eens. En we hebben een vlinder. Oh. En we hebben nog meer bloemen. En deze jas... Hoe vind je hem, ja, Jos? Fantastisch. Ja. Fantastisch, ja, echt. Nou, we hebben een medewerker boven, die heet Gale. En Gale is vandaag niet, jammer genoeg. Hij is ziek. Gale komt uit Guinea-Conakry. En hij was kleermaker. En toen hij mij zag, omdat ik heb natuurlijk de plaatsing van alle de prachtige stukken opgedaan. En toen Gale mij zag dat doen, hij zei, wat is dit? En ik legde het uit. Hij zegt, oh, die wil ik opnaaien. Zo, Gale heeft alles met de hand opgenomen. Fantastisch. Behalve 2 patches, dat heeft Ans. Maar Ans en Gale zat samen te werken de allereerste dag.
En dan heeft Gale het allemaal met de hand. Oh. En wij hebben de voering natuurlijk los moeten maken onderaan. Ja. Zodat die steekjes niet doorheen kwamen. Ja. Zoals je ziet, dat hebben we weer heel mooi weer neergezet. Wat ik ook leuk vond, ik heb gewoon die doos met pestjes aan haar gegeven van... ik heb er alle vertrouwen in. Ik zie wel wat er van komt. Nou, moet eens kijken. Alles wat op die jas zit, waar komt dat vandaan? De ouders van mijn moeder hadden een sigarenzaak in de kamp in Amersfoort. En haar vader is heel vroeg overleden, dus is op 12-jarige leeftijd van school gehaald. Is zij de winkel gaan runnen met een invalide moeder. En iedere keer als zij sigaren en sigaretten bestelde, dan kreeg ze zo'n petje. Ja. En het klopt wel wat ze net zei over de 30 jaar, want uit die tijd is het. Prachtig. En wanneer ga je hem aandoen, Jos? Echt bij speciale gelegenheden? Nee, ik ben eigenlijk van plan om, zoals ik dat vroeger was, ik ben een beetje een brave jongen geworden. Ik wil eigenlijk wel meer weer wat ik vroeger deed, wat anders kleden dan het gewone. Want je maakt zelf hoeden, hè? Nou, daar ben ik mee bezig om dat te gaan doen. Kijk, dat is ook leuk. Dus dat vind ik leuk. Dus wij zien jou binnenkort in het centrum van Amersfoort lopen met deze prachtige jas en een mooie hoed. Nou, die hoedje, ik heb een hoed, een Borsellino. Ja? Maar die moet ik wel opzetten. Ja. Maar dat is precies waar het over gaat. Ah, ja. Is dat durven opzetten? Ja, durven. Als ik die hoed opzet, ja? Ik schijn wel een hoedenhoofd te hebben, maar dan doe ik dit. Ah ja, dat trekt mijn schouders op. Ja. Ah joh. Ja. En dat moet laag blijven. Dus dat is nog een oefening op zich. Nou, ja. Ik nodig je uit voor een kop koffie op een terrasje, maar wel met hoed. Oké, okay? Okay, afgesproken? Goed. Dat is goed. Ja, goed. Zullen we een applausje doen voor de jas? Ja. 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 Jos, ik durf het bijna niet te vragen, maar wil je hem even aantrekken? Ja, ik wil hem even aantrekken. Oh, nou. Aline, kan jij even de hanger komen halen? Vind je hem mooi? Ja? Prachtig, hè? Ga er eens even bij staan, jij, want dat vind ik toch wel heel leuk ook. Hij kan niet dicht, hè? Nee, hij kan nog niet dicht. Maar dat is niet. Vind jij hem ook mooi geworden? Ik vind hem prachtig. Ja, nou ben ik nog meer verliefd op hem, hè? Dat 36 jaar mag wel, hè? Ja, mag wel, hè? Nou, gefeliciteerd met jouw mooie nieuwe jas. En ook gefeliciteerd iedereen die eraan gewerkt heeft. Zo mooi aan het doen. En iedereen die langsliep. En ik legde uit wat ze waren. En dit is allemaal zijde. Waarom vind jij het zo speciaal om dit te doen, Sally? Zit er een verhaal aan dat jou triggert? Nou, met prachtig materiaal werken en voor lieve mensen, dat is gewoon, dat is het. Yeah. Meer niet. En het is prachtig materiaal en het is zo'n lief man. Ja. Zo. Nou. Meer is het niet. Nou. Geweldig. Echt heel geweldig. Erg mooi. Ja. We gaan je tegenkomen in deze mooie jas. Ja, ja ik ga hem echt, hij is letterlijk uit de kast gekomen. Ja. Nou, fantastisch. Dank jullie wel dat ik erbij mocht zijn. Oh, super. Leuk. Dank jullie wel. Dank okay. Je wel. En dit is wat er over dit is. Dit is wat er over. Hij had zoveel. Dat is allemaal zijde. Dit is allemaal zijde. En de meeste zijn uit de 30e jaren. Zo, we hebben ook een uit Ierland. Maar als kind speelde ik daar mee. Ja, dat kan me voorstellen. Dan deed ik het deken. Strak trekken op bed en dan legde ik ze allemaal op bed en dan ging ik verhalen maken met die dingen. Eigenlijk een beetje zoals kinderen vaak met een knopendoos spelen. Ja, zo, ja dat deed ik. Ja, ja, ja ik ook. Ja. Ja. Denk bij mijn oma. Ja, hè? Ja, dat weet ik nog. Ja, zeker. Waar ken jij Jos van? Nou, ik ben dus de coördinator van de activiteiten van het Humanistisch Verbond. En Jos die is actief in de activiteitencommissie. Ah, ja. Dus wij bedenken samen allemaal activiteiten. Ah, ja. Waaronder dat we een keertje Vera van Brakel hadden uitgenodigd. Ja. En een keertje Sally Pittman hadden uitgenodigd. Wat ontzettend. En toen Sally er was, toen had Jos al dit plannetje gemaakt. Nou, en toen ontmoeten we jou bij een bijeenkomst. En zo is het. Zo gaat het wel rollen. Mooi, hè? Mooi. Sally. Ja, lief. Nou hebben we hier vandaag een calamiteit. Ja.
En ik had het me zo voorgenomen om ook iets met jou te doen, want jij bent natuurlijk de kunstenares die deze prachtige jas hebt gemaakt. Vind jij het goed dat ik een keertje terugkom om een mooie special te maken van wat jij hier allemaal doet? Oh, fantastisch. Ja? Natuurlijk. Ja. Nou, er staat die afspraak. Oké. Okay. Goed zo. Hartstikke mooi. Ja, nee, graag. Ik sta nog even met de man van Jos, met Henk. Henk, wat zie ik hier? Hier zie jij de kapel in Mil, waar wij destijds woonden. En ja? Daar zijn wij getrouwd. Ja? En hier is het moment dat de ambtenaar, de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, ons toespreekt. En vlak voordat Josse moeder ons de ringen omdoet. En we dus officieel getrouwd zijn. 21 juni 2002. En jullie hebben allebei een prachtige jas aan. En dit, die blauwe jas, dat is de jas die we nu terugzien. Dat is hem, ja. Precies. Nou, ja, dankjewel dat je hem even hebt laten zien. Ja, dank alsjeblieft. Dank voor het kijken. En vergeet niet je te abonneren.